Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn ruggenmerg is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want, ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, want mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur... Dit kan niet, dit kan voor mij. ...uitgelacht te worden, vlak van het gezicht van Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zo gezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. MUZIEK